Ik ben Jurgen de Jong, eindverantwoordelijk voor het kunststofverpakkingendossier binnen Midweest. De kaas die hiervoor ligt is een Europese aanbesteding voor het PMD-materiaal voor circa 200 gemeentes in Nederland. Hoe hebben wij dit aangepakt? Wij zijn als eerste hebben wij als publieke afvalbedrijven de krachten gebundeld. Dat hebben wij gedaan door in eerste instantie een goede marktconsultatie uit te voeren. Daar hebben wij partijen uitgenodigd met de vraag hoe zij de toekomst zagen. Welke innovaties, welke technieken kunnen de sortering beter maken? Na die periode zijn wij gestart met een Europese aanbesteding met mededingingsprocedure met onderhandeling. Wat houdt dat in? We hebben deze procedure, zijn we een dialoog aangegaan met de sorteerders. Met wat wij heel graag wilden weten van deze afvalbedrijven was wat zij aan nieuwe innovaties zagen in de markt. Welke nieuwe technieken komen er op ons af? Eerste gesprek, heel erg aftastend. Tweede gesprek kwamen we echt tot de kern. Dat betekende eigenlijk dat we elkaar heel erg naar elkaar toe zijn gegroeid in dat proces. En dat we precies wisten wat we aan elkaar hadden tijdens de inschrijving. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een hele mooie aanbieding van een tweetal sorteerbedrijven. De ene, Tunsmeier, een Duits afvalbedrijf, wat naar Nederland komt per 1 januari 2020. Komt er een nieuwe installatie, een nieuwe sorteerfabriek in Nederland. Als tweede is Suez, een bestaande sorteerafvalbedrijf, waar wij een andere 50 kiloton gaan sorteren. Kortom, deze aanbestedingsprocedure, waarbij samenwerking centraal staat, is ons heel goed bevallen, heeft de sorteerder en de aanbestedingsdienst heel erg tot elkaar gebracht en heeft geresulteerd in een hele mooie en een goede inschrijving. Mijn naam is Paula van Horik van Milgro. Milgro is een technologiepartner op het gebied van duurzaam grondstoffenmanagement. Wij zijn een marktpartij en we hebben deelgenomen aan de aanbesteding van Enexis. Dat is een best value procurement aanbesteding over afvalmanagement. Tijdens de aanbesteding is het eerste contactmoment het interview. Daarin heb ik onze prestaties toegelicht en verteld hoe we de doelstellingen denken te bereiken die Enexis wilde bereiken. Daarna volgt de concretiseringsfase. Daarin hebben we samen met Enexis de prestaties die we hebben aangeboden vertaald naar concrete KPI's en andere afspraken die we met elkaar willen maken. En nu zijn we inmiddels een jaar verder. We zijn een jaar met elkaar aan het samenwerken en hebben we nog steeds 2 wekelijks overleg om de dagelijkse dingen te bespreken. En elk kwartaal evalueren we hoe ver we staan met de KPI's. Het feit dat Enexis heeft gekozen voor een best value procurement aanbesteding heeft gemaakt dat wij meededen aan deze aanbesteding. In een meer traditionele aanbesteding kan Milgro vaak haar toegevoegde waarde niet kwijt en kiezen we er vaak voor om niet mee te doen. Maar juist het best value procurement maakt dat wij onze innovatieve ideeën, onze anders dan anders aanpak goed kwijt kunnen en daarmee ook meer waarde voor onze klanten kunnen bereiken. Goedendag, ik ben Hans de Wit, afdelingshoofd facilitair bedrijf, Veiligheidsregio Friesland. En wij hebben onder andere ervaring opgedaan met co-creatie bij de warme en koude drankenvoorziening. In zo'n co-creatieproces komt samenwerking in een aantal varianten naar voren. Het begint bij de marktinformatiedag, waarin we onze ambities toetsen aan de markt. Is het realistisch? Kunnen we van elkaar daar al leren, samen kijken, kunnen we het aanscherpen? Vervolgens krijg je de gunningsprocedure en komt er een partij uit, waarin je in de workoutfase samen gaat nadenken over de concretisering van de gevraagde dienstverlening. Eigenlijk begint het samenwerken dan pas. Want co-creatie is gericht op het continueren, continuous improvement om het maar zo te zeggen, een mooi Nederlandse term, maar gedurende de looptijd van het contract samenwerken aan het realiseren van ambities. In die workout fase kan het af en toe schuren, want dan gaan we concretiseren, gaan we ook de contractvormen invullen, kom je op een aantal dingen. Spelen natuurlijk ook zoals in andere aanbestedingspartijen verschillende belangen een rol. Daar kom je uit en uiteindelijk ga je vanuit daar samenwerken aan het realiseren van je verschillende ambities.